werk hier op Schiphol ACC, dus de Algemene Luchtverkeersleiding. Dat betekent dat we hier het civiele luchtverkeer tussen grofweg 2,5 kilometer en 8,5 kilometer begeleiden. Dat doen we van en naar Schiphol onder andere. En we zorgen dat dat snel, efficiënt en veilig gebeurt. Nou, ik ben de luchtverkeersleider op de afdeling Tower Approach. Je werkgebied is de luchthaven zelf en een straal van 15 kilometer rondom de luchthaven. Dus ja, is heel dicht bij het veld. Eigenlijk, nou, met goed zicht, alles wat je kan zien, dat is nog onder mijn controle. En ja, zo gauw het verder weg gaat, wordt het opgenomen door de radar. Ik geef actief instructies aan de piloten. Eigenlijk ben ik voor hen het zicht naar buiten. Dus ik geef ze hoogteinstructies, koersinstructies en snelheidsinstructies. En daarnaast ook informatie over bijvoorbeeld de weersverschijnselen die ze tegen kunnen komen, zoals turbulentie. Caravan 652, goedemiddag. Clear North Good 12 for arrival. With speed 250 knots. Expect 27 for landing. Ja, het verkeer wat op de startbaan is, dat is onder mijn verantwoording. Dat kan ook een autootje zijn. Maar ja, vliegtuigen, ja, je geeft ze cleared for take of je geeft ze cleared to land. Hier vanaf Schiphol vertrekt ook politiehelikopter. De traumahelikopter staat op het VU ziekenhuis, dus ook redelijk dichtbij. Dat moet je door het actieve verkeer heen leiden. Ja, en dat zijn eigenlijk de belangrijkste werkzaamheden voor de torenverkeersleider. Het is uitdagend. Het is vooral een hele leuke 3D-puzzel die je eigenlijk elke dag weer aan het oplossen bent. De moeilijkheid hier is dat dit een Airbus 380 is. Daarachter hebben we 12 mijl nodig in plaats van normaal 5 mijl. Dit is de Emirates 147. Die is zo groot, er moet iets meer ruimte achter om de veiligheid te garanderen. Dus vandaar dat deze en deze twee een stukje moeten remmen, zodat ze er goed achter blijven vallen. Cyprus 498, reduce the speed now to 250 knots and call Schiphol arrival 131.150, bye bye. Elk vliegtuig is bij ons een papieren strip. Daar staat eigenlijk allerlei vluchtinformatie over. Hoe heet het vliegtuig, waar gaat hij naartoe, welke baan kan hij verwachten. Ik heb hier een radarscherm, dat is verdeeld in twee gebieden. Links is echt het radar als in vliegend verkeer. Rechts is de grondradar, daar kan je verkeer zien rijden, zien taxiën. En dat zijn eigenlijk allemaal ondersteunende hulpmiddelen voor als het slecht zicht is buiten. Elke dag is niet hetzelfde. Ze komen wel dezelfde vliegtuigen aan. Maar de manier waarop ze aankomen en de manier waarop je de puzzel oplost is eigenlijk elke dag anders. En dat maakt het heel interessant en ook uitdagend. Het weer heeft daar een invloed op, het moment van de dag heeft daar een invloed op. Zit je in het weekend, zit ik op de toren of zit ik achter de radar te werken? Echt elke dag is anders en dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan dit beroep. Het is echt een hands-on beroep, dus je moet echt van aanpakken weten. En vooral de opleiding is gewoon lang. De leercurve is heel steil. Maar daar word je heel goed in begeleid. Ik zeg, je moet gewoon heel erg enthousiast zijn, goed doorzettingsvermogen hebben en ja, de verantwoordelijkheid aankunnen. Wil jij ook luchtverkeersleider worden? Kijk dan op luchtverkeersleider.nl.